Welkom bij een nieuwe aflevering van Vraag op Straat. Deze aflevering staat in het teken van Halloween. Ik ga de straat op en de mensen in Breda vragen stellen over Halloween. Doet u aan Halloween? Nee. En waarom niet? Daar heb ik niks mee. Het is altijd wel leuk. Bij ons in de buurt doen ze met kinderen heel veel en zo, dus dat is altijd wel leuk. Helemaal niks. En waarom niet? Ja, ben ik niet meer groot gebracht, ik weet niet. Kinderen wel, doen het wel. Wel leuk. En waarom? Nou, het is wel wat anders dan in plaats van vrolijk, dus het is wel meer eng, dus wel leuk. Nee, ik doe niet aan Halloween. Meestal hangen we iets in ons huis. En we gaan langs de deur om snoep op te halen. Ja, het is een ritueel, hè. Het komt gelijk na het oogstfeest, als de winter gaat beginnen. Maar ik ben er niet zo mee bezig. We gaan een borrel organiseren bij ons op de zaak. En daarna gaan we naar een feest toe hier in de buurt, met z'n allen verkleed. Ontzettend veel. Ik werk op de Senderland. En we hebben daar afgelopen vrijdag een enorm Halloweenfeest gehad. Met al onze leerlingen, die waren top verkleed. Nee, helemaal niet. En waarom niet? Ik vind zo'n overgewaaid iets vanuit Amerika. Dus ik heb er helemaal niks mee. Doet u iets aan Halloween? Nee. En waarom niet? Omdat ik dat wij van thuis uit niet gewend zijn, van de jeugd af niet. Ja, steeds leuker eigenlijk. Je gaat er steeds meer van zien eigenlijk ook in Nederland. Ik vind het wel grappig dat er steeds meer feesten vanuit Amerika die eigenlijk helemaal niks met ons te maken hebben overkomen waaien. Het idee erachter is wel grappig, maar ja, we hebben al carnaval om ons te verkleden en dan ook nog met Halloween. Ja, ik heb er niet zoveel mee. Wat ga je verkleed? Vampier. Bij de Fopshop heb ik zo'n mooie zwarte mantel gehad met zo'n cape en zo'n wit masker. Vorige hadden we een laken om ons heen als spook. Ik ga als Beetlejuice. En ik weet niet, ga jij even? Ja, ik moet nog even denken, verkleden, ja, even een beetje inspiratie nog opdoen. Gewoon in de spiegel kijken, dan schrik ik al genoeg van mezelf. Lijkt me wel gezellig. Zouden we maar eens meer in moeten verdiepen, dan lijkt me wel erg gezellig. Breda Nu. Je weet het meteen.